Zo, hallo allemaal, daar ben ik weer. Leuk dat jullie weer kijken. We gaan vandaag weer lekker spelen met Feyenoord. Eredivisiewedstrijd in de Euroborg tegen Groningen. Nou, vorige wedstrijd was ook al in Groningen tegen Groningen. Dan voor de beker, 4-0 gewonnen. Dus daar was niks mis mee. Nu spelen we met het B-elftal. Dus eens kijken hoe die het ervan afbrengen. Jammer, het gaat goed paasje. Goed gedaan, Klaasie. Lekker onderschept. Hey joh. Het gaan onderste boven al lopen. Verdedigd, jongens. Oh, lekker diep. Uit lichaam ertussen. Ah, jammer. Klein manneke, hè. Fysiek nog niet zo sterk. Een zonde. Oh. Zo, krijgen die even op een presenteerblaadje aangeboden. Voor mij is het Koppers zijn eerste doelpunt. Ja, ja. De kop is eraf voor hem, zijn eerste doelpunt. Ik ben tot nu toe nog niet heel erg onder de indruk van hem, maar ja, wanneer is kan nog komen natuurlijk. Maar erg jong. Dat is gewoon goed de kans krijgen. Goed, op een gegeven moment houdt het natuurlijk ook al een keer op. Ik kan iemand niet maar kansen blijven geven. Maar goed, zover in het B-elftal is er voorlopig nog niks mis mee. Ja, binnenkort natuurlijk weer een belangrijke wedstrijd. AC Milan. Thuis. Champions League. Speel hem dan, joh lul. Ze zijn aan te wachten. De bus die komt niet, hoor. Maar ja, uit 1-0 verloren van Milan. Dus thuis moet het dan gaan gebeuren. Het zal een soort van wedstrijd van het jaar worden. Tot dusver dan natuurlijk. Dus daar ga ik zeker mijn sterkste opstelling voor gebruiken. Daar moet voorlopig even alles voor wijken. Aangezien het in de competitie toch een soort van heel makkelijk gaat. Er staan momenteel 15 punten voor op de nummer 2. En oeh, bijna tegen doelpunt. Dat ging net goed. Nee joh, op de lat, zo. Oh, Haan, lekker. Goeie redding. Kom ik wel even goed weg hier, zeg. Jeetje. Hey joh, Elamadi. Pardel. Bal in de ploeg houden. The good thing about these pitches these days, even when we're getting rain like we're getting here, we just go straight through. Ga eens diep, man. It means the ball moves so fast. Netjes. Lekker naar binnen gegaan. Schiet hem maar, hoor. Ah, hij gaat er nog in ook. Oh, die keeper. Ja, ja, daar is meneer Klaasie. Volgens mij ook zijn eerste doelpunt in het eerste elftal. Het zijn met wat geluk, maar who cares? Sinan Klaasie.
trouwens zeggen dat ik erg veel, best wel veel jeugdspelers momenteel ook in het eerste erbij heb zitten. De meeste zijn er allemaal centrale middenvelders en ze zijn allemaal niet bijster goed. Ik denk dat ik die volgend jaar de meeste maar eens ga proberen te verhuren. Of te verkopen, want ja, een middenvelder van 48 is er nog niet echt op te wachten om eerlijk te zijn. Oh, die gaat gelukkig naar de goede toe. Geef hem maar gelijk voor. Ah, kut voorzet. Jammer, jammer, jammer. Elke Jaat die speelt linkshalf, terwijl die eigenlijk rechtshalf is. Maar goed, twee rechtshalven. En Elke Jaat die is nog eens linksbenig ook, dus die speelt gewoon lekker op links. Wat een kutkaart, Gustafsson. Oh, dat is betere dingen met een bal zien doen. Jeetje, man. Ah, dit is beter. En het is rust en we staan gewoon 2-0 voor. Gewoon lekker doorspelen zo. Netjes, jongens. Die paas is dan weer wat minder. Bazoertje, oh jammer. Lekker jongen. Kutbal Gustafsson. Het blijft ook maar regenen. Netjes. El Ahmedi. Goed bezig, Ayoub. En een penalty. Ha. Krijg gewoon een penalty. Eigenlijk had ik hem toch al kunnen scoren. Of niet? Wat gebeurde er nou eigenlijk? Ik had hem al gespeeld. Dan wordt hij gewoon vol onderuit gekegeld. Dat is gewoon vet te laat. Prutsen. Ja, wie zullen we hem eens laten? Zou ik hem Ayoub gewoon laten nemen? Ah ja, maakt uit. Hoppatee, 3-0. Scoort Ayoub ook weer eens. Zijn eigen penalty zelf nou ja, versiert niet, maar verdiend heeft, hoe noem je het. Oh. Dat was niet helemaal de bedoeling, jongens. Geen corner? Nee, beter. Oh, jammer. Ik probeer het gewoon een keer. Hij is nog niet echt, hij heeft nog niet echt de snelheid ervoor. Ah joh, rot toch op man. Goed bezig, Ayoub. Jonge, jonge, jonge man. Ga dan diep, lul. Hup, bal ook kwijt. Jonge, jonge, jonge.
Hoppatee, liggen. Nou, ik ga ze verwisselen, want het gaat nu echt even helemaal nergens meer over. Nou, zoals ik al zei, hier zijn wat van die middenvelders. Het is hier die Riedewald, 48, wat moeite mee. En zit de Ebisilio er maar weer eens in. Die is op 47. Maar goed. Die heeft in het begin nog een paar aardige wedstrijden gespeeld. Kom op jongen, hou je lichaam ertussen. Dat is het belangrijkste. Lichaam tussen de bal en de man. Kan die er nooit bij? Nou ja, nooit. Niet zo snel in ieder geval. Krijg je hem ernaast? Oh, het is corner. Nou ja, dan nog. Oh, net niet. Ja, ja, koppers, ga je tweede maken. Ja, 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 hij maakt gewoon zijn tweede. Oeh. Weer 4-0. Wel goed afgemaakt hoor. Lekker ingeschoten. Binnen jongen. Jongen, jongen, jongen. Goed bezig gaan. Oh, dat was niet zo best. Wat was jij van plan dan? En het zit erop. En het is gewoon weer 4-0 geworden. Beetje voorspelbaar, maar goed, maakt het uit. Lekkere overwinning. Weer 3 punten erbij. Ik zeg, man van de wedstrijd. Zou ik gewoon eens voor Haan kiezen. Haan was goed, man. Ondanks de bal op de paal en op de lat. Koppers, ja, 2 doelpunten. Ook goed gedaan natuurlijk. Dus kijken. Zie je, Haan heeft gewoon 8,5. Ik vind Haan de man van de wedstrijd. Ik zeg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.